We staan nu naast de schilderij van Anja Jansen, een van haar werken uit de serie People Say I'm Different. En wat je ziet is een schilderij van een zwarte vrouw. Het is een kunstenares uit Oeganda en dat is iemand die Anja Jansen heeft ontmoet. En wat Anja Jansen hier heeft proberen vast te leggen is feitelijk haar weergeven. Dit werk valt onder het thema inclusie en diversiteit. En dat is het thema of speerpunt die wij hanteerden afgelopen jaar bij aankoop van nieuw werken voor onze Gelderse kunstcollectie. En dit thema representeert wat mij betreft etniciteit, een aspect van diversiteit. En de reden dat ik vond dat we dit in huis in onze collectie moesten opnemen is omdat zij een zwarte vrouw representeert, een doelgroep die wij hier in dit huis in ieder geval niet zo goed vertegenwoordigd hebben in mijn ogen. Ik merkte dat bij mij allereerste reactie die bij mij ontstond bij, toen collega dit werk presenteerde, was een hele primaire reactie van ja, dit werk moeten we aanschaffen, want ze staat voor doelgroep zwarte vrouw. En de andere kant was dat titel People Say I'm Different mij heel erg aantrok. En direct daarop kreeg ik zelf een gedachte van ja, maar in feite zijn we niet zo verschillend van elkaar. En er stond een heel proces van denken in mijn hoofd. En pas later toen ik het verhaal van Anja Jansen las, wat deze mevrouw is en wat zij betekent in het leven van Anja Jansen, toen kwam het bij mij op plaats. En ik kreeg een soort verrijking van mijn eerste primaire reactie. Deze vrouw is een Oegandese kunstenares die Anja Jansen heeft ontmoet. En Anja Jansen was wel versteld, even in mijn woorden, van haar zelfbewustzijn. Van haar positie als zwarte kunstenares in Afrika ten opzichte van de positie die Anja Jansen heeft als westerse kunstenares. En wat ze daarin vertelt is dat ze, hoe meer ze in contact kwam met deze vrouw en hoe meer ze over haar leerde kennen, hoe meer ze het gevoel kreeg dat ze niet zo autonoom is en dat die verschillende ik en identiteiten steeds meer in elkaar opgingen en fluïder werden en een wij werden. Dus dat zegt mij alles over dat, dat de verschillen vaak nihil zijn en de overeenkomsten heel vaak de bovenhand en de boventoon krijgen. En dat dit werk staat wat mij betreft als symbool daarvoor.